de Walden University Suriname wil het ondernemerschap stimuleren. Daarom organiseert zij zondag aanstaande een activiteit genaamd De Succesvolle Ondernemer. Het doel is personen op weg te helpen hun bedrijfsidee of bedrijf te ontwikkelen, CQ te financieren. Volgens Saskia Walden, directeur van de Walden University Suriname, is er een groot aantal personen dat met een goed idee of een bedrijfsplan zit, maar er niets mee doet. Door de huidige economische situatie vinden zij het ook moeilijk om er iets mee te doen, zegt Walden. We hebben dus daarom deskundigen bij elkaar gehaald die in feite de ondernemers en potentiële ondernemers de nodige informatie kunnen geven hoe ze ondanks de recessie toch succesvol kunnen zijn. Doorgaans is ondernemerschap heel intensief. Het is een hele uitdaging om een bedrijf te runnen en het zodanig te doen dat je zowel je werkgevers goed kan betalen, je klanten tevreden kan stellen en zelf als ondernemer erop vooruit gaat. Nu heb je dan een recessie waar vaak klanten gaan bezuinigen en juist nu de arbeiders een hogere salaris behoeven en misschien het moeilijker wordt om plannen uit te voeren. Dus er zijn mensen die dan de ideeën hebben en wensen te weten van hoe kunnen wij verder, hoe kunnen we ons bedrijf beter financieren, wat kunnen we ondanks de recessie doen om onze bedrijfsplannen uit te voeren, welke mogelijkheden zijn er om, ik label het een beetje gratis geld, dan denk ik aan fondsen in Europa, fondsen in Amerika, dus dat wordt dan ook belicht. Walden is de mening toegedaan dat personen door middel van verschillende fondsen hun ideeën kunnen ontwikkelen en zo ook financieren. Dit is de reden waarom ondernemers tijdens de activiteiten de kans krijgen hun netwerk op te bouwen, geeft zij aan. Vaak heeft een startende ondernemer niet de gelegenheid om in één gelegenheid, en het is vrijblijvend, er worden soms wel conferenties gehouden, maar voor $500 of $700 waar een startende ondernemer misschien niet makkelijk mee kan doen. We hebben nu de Amerikaanse ambassade, we hebben de Nationale Ontwikkelingsbank, we hebben de Volkskredietbank, we hebben een fiscaal jurist die zal praten over fiscale, hoe je voordelen kan halen uit het fiscaal beleid. We hebben een econoom die zal praten over succesvol ondernemen tijdens een recessie. Vanuit het ministerie van Handel en Industrie zal gesproken worden over je productiviteit en je concurrentiepositie verhogen. Dus het is de bedoeling dat de ondernemers een van de inleidingen informatie krijgen om in de praktijk uit te zetten. Daar ook de gelegenheid hebben om bij belangrijke organisaties hun eigen contactpersoon. Dus dan hoeven ze niet meer te bellen altijd van ken jij iemand die daar werkt. Maar zelf ook hun contactpersoon hebben bij belangrijke organisaties. En de follow-up is dat wij naderhand ook met degenen die hebben deelgenomen hun in de praktijk helpen om hun doelen te realiseren. Aldus Saskia Walden, directeur van de Walden University Suriname. De organisatie houdt komende zondag een activiteit genaamd De Succesvolle Ondernemer. Het doel is om het Surinaams ondernemerschap te stimuleren.